Hier is Arnold. En vandaag is hij in Europa om deze oude tempel te bekijken. Het is hier behoorlijk griezelig. Hé, wie heeft het licht uitgedaan? Arnold, je kunt beter niets aanraken. Wat is er aan de hand? Arnold, rennen! Oh mijn god, het lijkt wel of we nu in de 13e eeuw zijn. En we zijn hier tijdens de Heilige Inquisitie. Wat een onzagwekkende reis. De belangrijkste missie van de Inquisitie was het bestrijden van de ketters. Hé, wat deed Arnold eigenlijk? Oeh, ik denk dat ik het nu snap. Ze verwarden je telefoon met een wapen van zwarte magie. De Inquisitie kon niet zo goed overweg met de vooruitgang. Toen Galileo bewees dat de aarde om de zon draait, was dat volkomen in de strijd met de katholieke ideeën. Arnold, je hebt pech. In die dagen werden alle roodharigen ervan verdacht banden met de duivel te hebben. Ontspan je. In het begin zullen ze je alleen maar ondervragen. Ga zitten en kalmeer. De stoelen hier zijn speciaal van ijzer gemaakt, zodat ze verwarmd kunnen worden. Betekenissen werden meestal verkregen door marteling. Je moet ketterij opgeven, Arnold. In de tijd van de Inquisitie werden veel heidense rituelen voor zwarte magie aangezien. Men probeerde heidenen tot het katholicisme te bekeren. Kom op, Arnold. Omarm het katholicisme en je zult vrij zijn. Het is waar dat de Inquisitie soms diegene die echt berouw toonde vrijuit liet gaan. Holy baloney, wat nu weer? Het lijkt erop dat iemand je aangegeven heeft. Mensen beschuldigden anderen vaak van ketterij om van hen af te komen. Ik weet niet of u nog meer van deze marteling kunt verdragen, Arnold. Ontmoet de Spaanse laars, de vork van de ketter en de Judaswieg. Arnold, ik raad je zwaar aan om alles op te biechten. Oké, door dit te ondertekenen stem je ermee in dat je een necromancer, magier en kabouter bent. Het positieve is dat de martelingen voorbij zijn. En de Inquisitie executeerde in feite geen mensen. Na het bekennen werd de dader veroordeeld in een staatsrechtbank. Rustig maar, Arnie. Niemand zal je verbranden. Volgens de wet zullen ze gewoon je hoofd afhakken. Wauw, het lijkt wel of iedereen bang is voor je vermogen om vlammen uit je handen los te laten. Het schijnt krachtige magie te zijn. Deze middeleeuwse katholieken zijn zo wild. Ze geloven in elk... Maar nu...